die mensen van Schild en Vrienden beweren dat ze opkomen voor ons beschavingsmodel, maar eigenlijk zijn ze het hele tijd aan het bestrijden. Ze zijn seksistisch, ze hebben geen respect voor mensen met een andere huidskleur, ze verheerlijken geweld, ze hebben totalitaire ideeën. Kortom, het zijn, zoals mijn voorzitter, zoals Gwendoline terecht heeft gezegd, eigenlijk zijn dat fascisten VMO in maatpak. En daar moet je even kordaat tegen zijn als tegen andere vormen van extremisme. En dat maakt ons net zo bijzonder, dat wij in de frontlijn staan van het verdedigen van de vrijheid en de humane waarde van elke persoon. Dat is de kern van het liberalisme. Ja. En dus is het ook niet verwonderlijk dat wij als eerste daar sterk op reageren. Ook toen het islam-extremisme bestond, hebben wij ook heel duidelijk stelling genomen. Ik heb in mijn stad ervoor gezorgd dat niemand naar IS is gegaan. Ik heb geprobeerd onze kinderen te beschermen tegen dat extremisme. Vandaag moeten we opnieuw kinderen beschermen tegen het extremisme van die identitaire denkers. Dat uitwassen van dat extreem nationalisme. Dat is een gevaar dat even bedreigend is als welke andere vorm van totalitair denken ook.